De nachtzoen. Leed heeft niet het laatste woord, aldus deze psychiater en schrijver. Hij kwam de laatste jaren tot nieuwe wijsheden die hij ook als therapeut in praktijk brengt. Een nachtzoen van Klaas-Jan Pos. Klaas-Jan, jij bent psychiater. En in je werk is kwetsbaarheid een thema, hè, waar jij veel mee bezig bent. Ja. Wat versta je daaronder? Ik denk dat wij kwetsbaar zijn als er iets... Wat voor ons van betekenis is, op het spel staat. En dat, nou zeg maar, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Dat wat voor de een van betekenis is, heel anders kan zijn dan voor een ander. Maar ik denk vooral dat wij ons kwetsbaar voelen als dat op het spel staat. En hoe is dat concreet bijvoorbeeld? Wat van betekenis is, is bijvoorbeeld, nou, dat zijn de mensen van wie je houdt. Dus als mensen van wie je houdt iets overkomt, dan ben je plots kwetsbaar. Als werk belangrijk is voor je en je werk komt op het spel te staan, dan ben je kwetsbaar. Je gezondheid, maar ook wat andere mensen van je vinden. Als je een negatief zelfbeeld hebt, dan kun je je enorm vaak kwetsbaar voelen, want in contact met anderen staat altijd op het spel of zo. Moet je oppassen dat niet je zelfbeeld op de een of andere manier negatief wordt geraakt. Ja, en word je bijna gedwongen om iets van jezelf te laten zien. Ja, maar doen we ook ons uiterste best dan om dat te verbergen, om ons anders voor te doen dan we ons van binnen werkelijk voelen. Ja. Om maar niet gekwetst te worden. Dan zou je denken dat we geneigd zijn om de hele tijd die kwetsbaarheid te verhullen, toch? Een ander tekentje over te leggen of om het weg te stoppen in een kast. Of, En wat is dat handig, denk je? Nou, ik begrijp het wel dat we dat doen. Ik denk ook echt dat we heel erg de neiging hebben om dat te doen. En tegelijkertijd denk ik dat we op die manier juist heel veel aan betekenis verliezen van het leven. Dat juist de schoonheid of goedheid of de pracht van het leven verloren gaat doordat we zo ons best doen, maar niet kwetsbaar te zijn. Jij, ik kan me ook voorstellen, jij bent psychiater. Je ontmoet dan veel mensen die naar jou kijken als dat is de psychiater. Kun je dan ook iets met je eigen kwetsbaarheid eigenlijk? Ja, de laatste paar jaar heb ik heel erg ontdekt dat ik veel beter of effectiever in mijn werk ben als ik zelf kwetsbaar durf te zijn. Dus ik denk dat ik jarenlang in mijn werk heb gedacht, goh, ik ben de psychiater, ik moet het toch weten. En dat wanneer mensen die bij mij komen dat appel op mij doen, bewust of onbewust, dat ik dan altijd een soort van zenuwachtig werd, omdat ik dacht, ja, maar ik moet het antwoord hebben. Ik de laatste jaren mijn film heb ontwikkeld op een manier dat ik denk, pas wanneer ik contact durf te maken met mijn eigen kwetsbaarheid, dat het veel beter lukt om contact te maken met de kwetsbaarheid van de ander. En dat je dan dus een veel beter contact krijgt. Dat het de ander, hè, dat het op die manier een veel meer een sfeer ontstaat waarin die ander wordt uitgenodigd om ook kwetsbaar te zijn. Dus ik denk dat juist in mijn werk, ik heb geleerd dat als ik zelf kwetsbaar durf te zijn en soms durf te erkennen dat ik het even niet weet, of dat ik bang ben of mij zorgen maak, dat dat veel effectiever is dan wanneer ik dat allemaal verberg en doe alsof ik het allemaal wel weet. Je legt ons vanavond op bed met een tekstje. Ja. Ja, wat wordt het? Ik heb een gedicht gekozen. Dat leek me ook een mooi gedichtje. Voorbij het naar bed gaan. Het gaat juist over het loslaten van controle, het loslaten van beheersen of het loslaten van het oordeel. En het gaat over de liefde. En het gedichtje heet Wat het is. Het is onzin, zegt het verstand. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is tegenslag, zegt de berekening. Het is alleen maar pijn, zegt de angst.
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is lichtzinnig, zegt de voorzichtigheid. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.